Kijk, dat vind ik nou leuk, Joost. Ja. Nee, sorry, Leen. De volgende keer. Dat is voor links. Ja. Zijn we weer. Hey, we hebben gelachen met Marleen vorige week. Ja, nee, precies even over lachen. Drie keer. Dat is wel een lachen, Becky. Ja, nogal. Daar komt hij. Over heel leuk in de politiek. Je hebt vorige week zoveel gelachen. Ja, er kwam een wagen. Ik kwam naar boven. Ik dacht misschien als we een PvdA uitnodigen, nog een keer. Dat we nog een keer kunnen lachen. Op zich, de combinatie PvdA en lachen is niet standaard. Hè? Zullen we er anders even bij halen? Ja. Olaf McDaniel, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Leiden-Dorp. Hij is wel aan het vloggen. Ja, Olaf. Make local great again. Heb jij make local great and reliable again. Wij zijn naar Leiden-Dorp ingegaan. Ja. Wat leuk. Dit is het, hè? Ja, dit is het oude hart van Leiden-Dorp. Ja, wat er van over is. Het oude hart klopt niet meer. En hier, in de Hollandse tuin, dat is de plek om biertjes te drinken. Oh. De enige volgens mij ook. Nou, af en toe hoor. Ja? Ja. Dat kan me voorstellen. Ik ben benieuwd wat jullie hebben aangetroffen. Nou, ik was dus bang voor die kerncentrale. Knap hoor dat jullie dat hebben tegenhouden. Ja, zeker. Ja, zo bestrijden wij fake news. Dat is toch het grote kapitaal. In dit geval fake news van de VVD. Zwembad en bibliotheek blijven. Bangmakerij, hè? Ja. We zijn wel naar het zwembad gegaan om te vragen wat ze ervan vinden dat ze mogen blijven. Dit blijft dus, Joost. Ja, dat als het aan de VVD ligt, blijft het zo. Misschien moeten we het eens even vertellen. Hi, Joost. En gefeliciteerd. Dankjewel. Jullie mogen blijven. Oh, hey, Juliette, heb je het goede nieuws al gehoord? Welk goede nieuws? Heb je de borden van de VVD niet zien staan langs de kant van de... Ja, die heb ik zeker gezien. Ja. Ja, dat het zwembad mag blijven. Ja. Maar die zetten ze elk jaar terug. Dus, ja? Zetten ze ieder jaar dat jullie mogen blijven? Ja. Maar wij dachten dat het geen item was op de politieke kalender. Maar als het dan... Nope. Hey, wij waren ook eerst geschokt en daarna heel snel opgelucht. Oh, hoor. Okay, ja. Gelukkig. Maar wij vroegen ons eigenlijk af, waar is nou... De kern van Leiden-Dorp, het dorpshart. We hebben een modern hart en een oud hart. En dat heeft een centrum waarvan je zou kunnen zeggen, Winkelhof is een centrum. Dit is het ministerie van winkelen van Leiden-Dorp, Winkelhof. Maar heel veel mensen, ook overigens heel veel Leidenaren, gaan naar Winkelhof om daar boodschappen te doen. Kijk, dat vind ik nou leuk, Joost. Ja, kijk, het is natuurlijk best wel sfeervol. Kijk, dus ik heb... maar dat is, het is nu winter. En dan is het lekker als je natuurlijk overdekt kan winkelen. Maar in de zomer moet je altijd binnen winkelen. Ja. Dat vind ik zeker jammer vinden. Ja, dus... Nou, lachen. Ja, mevrouw, dat doen we. Vindt u het gezellig hier winkelen? Hartstikke gezellig, joh. Ja? Ja, hoor. Oké. Okay. Ja. 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 Nou, hebben we onderzoeksjournalistiek gedaan, Joost? Ja, alles goed. We zijn aan het vloggen. Met jou ook? Ja. Ja. We binnen... Hoi, Paul. Joost van Links. Aangenaam. Ja, is dit nou gezellig om hier te zitten? Gezellig, ja. 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 Maar ook goed. Dan heb je natuurlijk ook nog dat het gemeentehuis ligt dan niet bij een van de twee kernen. Ja. Ja, het ligt dan ook een beetje gek. Ja, maar het is wel een prettig gemeentehuis. Mooie kerstboom. Ja. Nou. Hele mooie ballen hebben ze in Leiden-Dorp. We hebben ballen. Ja, echt een gemeente met ballen hoor. Ja. Ja, dat is een mooie boom toch? Ja, een schitterende boom. Hey, hoe ga je die campagne aanpakken voor de Partij van de Arbeid? We gaan deze keer veel meer dan we vroeger konden en deden gebruik maken van de social media. Ja, dus met vloggen. Vloggen onder andere. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, je vlogt. Vlog, ja. Oh, ben je aan het vloggen? Ja, een mooi cameraatje. Ja, leuk ding, hè? Handig ding. Nee, ben jij er klaar voor? Ja, eigenlijk wel. Maar wat worden de thema's? Wat wordt het verhaal van de PvdA? De thema's? Investeren in de mens. Ja, maar dat vind ik mooi. Investeren in de mens. Maar ja. wat krijgt de Leiden-Dorpse mens? Leiden-Dorp krijgt investeringen bijvoorbeeld in sport. Dat is de afgelopen jaren is dat ernstig verwaarloosd. Bowling. Ja, dit is Leiden-Dorp. Op zijn best. Bowlen. Ha. Mooi bowling. Zijn we ook geweest. Ja. Boven op Winkelhof. Ja, zeker. Ja, dat is naast Sport City. Waar dat ik is sport. Als, ja, ik vind Leiden-Dorp echt het allermooiste Leiden-Dorp vind ik de bowlingbaan. Ja, echt waar. Wat doe jij? Jij gaat dan ja. Bowlen. Ja, bowlen. En
Ik heb dan altijd lumpiaatjes erbij of die snackjes. Ja, dat is lekker. Of hebben we zo'n laars bier er dan bij? Want anders kan ik niet mikken. Nee, dus is prima. Zaterdag ben ik er weer. Ja. Nee. Ja. Nou. Dit is voor mij gewoon Leiden dorp. Ja. Oké, okay. Nou, ja. dat is jammer. Maar, nou, jammer. Beperkt. Nou, dat is prachtig. Ja. Even een hele flauwe vraag, Bart. Ja. Is dit nou een buitenwijk van Leiden of een echt dorp? Het is een buitenwijk van Leiden, net zoals dat Leiden een mooi stadsdeelcentrum van Leiden dorp is, toch? Hey, maar jij bent een flink kerel. Een flinke kerel, hoe bedoel je dat? Ja, gewoon een echte ventpaard. Jullie hebben op nummer 2 een vrouw staan. Ja. Het zijn zo weinig vrouwen die ik als lijsttrekker zie. Waarom nou niet op nummer 1? Ja, ik denk dat we met Paul een hele goede hebben. Bij jullie is het ook al zo'n mannenclub, hè? Ja, guilty. Guilty, ik kan er niks aan doen. We komen er wel. Eerst op nummer 2. We komen er wel. Ja, we komen steeds dichterbij. Saskia en Elly vindt het eigenlijk schandalig dat er maar twee lijsttrekkers die vrouw zijn. In en in tieft. Ja, toch? Er zijn echt hele goede vrouwen. Ik zal jullie eerlijk bekennen dat ik al jaren pleit voor Joyce van Rijn als fractievoorzitter. En dus ook als lijsttrekker. Maar Joyce heeft een gezin met jonge kinderen. Heeft een baan in Den Haag. Maar jij had liever Joyce gezien als lijsttrekker dan jezelf? Ja. Ja, ja, nee, dat was vorige keer ook al zo. Maar als iemand het kan, dan moet je misschien iemand wat meer dwingen. Ja, vrouwen dwingen, daar houden ze wel meestal over. Ja, nou, ja. Ja, dat vinden ze belangrijk. Ja. Zeker als het door een echte man gebeurt. Ja, je bent de enige die hier een beetje met recht mag staan. Als lijsttrekker bedoel je? Als vrouw en lijsttrekker. Ja. Dus armoedtroef in Leiden. Met die lijsttrekkers wel. Met de vrouwen op de lijsten gaat het best goed. Moet je eigenlijk wel raadslid willen worden? Ja, natuurlijk. Veel werk. Ja, maar s'avonds laat. Het is verantwoordelijk werk. Het is leuk werk. Als je de politiek leuk vindt, dan is dat de plek om te beginnen. Ja. Ja, waarom? Ja, dan kun je als je iets te moeten hebt, dan kun je er zelf iets aan doen. Ja, maar het is wel heel erg moeilijk. Absoluut doen. Absoluut doen. Prachtig. Ja? Echt supermooi. Nooit spijt van gehad? Nee, nooit een moment. Oh, maar ik heb ook wel eens raadsleden die dan stoppen en die zijn wel zo opgelucht. Voor mij is het in maart afgelopen. Dus, en dan opgelucht? Een zekere opluchting die... die heb je wel. Wel over meester maken. Gaan we hem afsluiten? Ja. Jij mag Make Local Great Again zeggen. Make Local Great Again. En make national irrelevant again. Zo. Was gezellig. Ja, was hartstikke leuk. Ontzettend veel gelachen. Ja, ik ja. Ook. Ja. Ja. Maar ik lach ook heel veel. Kun je aan Anna vragen. Ja. Ja. Marleen lacht heel veel. Ja. En soms zeg ik wel, heks, stoppen. Anna, jij hebt nog nooit Make Local Great Again gezegd, hè? Echt wel. Wel? Oh ja, tuurlijk. Bij het, ja. Oh ja. Dan wil je het nog een keer doen? Ja, wil ik nog een keer doen. Make Local Great Again. Dankjewel.